Is het eigenlijk zo dat we dit eigenlijk allemaal al weten, maar dat we als we groter worden, dat we eigenlijk steeds meer vergeten? Ja, je wordt geholpen dat te vergeten. Dus eigenlijk is het doordrongen van onzin. Yes. Je kunt vrij veilig stellen dat alles wat je zo een beetje geleerd hebt, soms dat je die waarmoeder uitkwam, onzin is of een leugen. Niet dat dat erg is. Maar het is allemaal onwaar. Iedereen weet dat. Op het moment dat je ook maar iets gaat onderzoeken, één overtuiging, je maakt er niet uit welke. En je gaat daar eens echt een maatje of drie, vier, als je die keuze zou hebben, je tanden inzetten, blijft er niks van over. Iedere overtuiging die algemeen geaccepteerd is, rammelt aan alle kanten. Als die onderzocht wordt. Wat moet je dan? Dus de hele kudde is ervan overtuigd dat hij een schaap is. Maar je kunt gewoon de stikselnaden zien. Het is geen schaap. Het is gewoon een of ander niets eigenlijk met zo'n bolle ding eromheen. Ja. Maar aangezien iedereen dezelfde kant op gaat, denken we dat dat zal wel waar zijn. Dan hobbelen we maar mee. Ja, ik zit ook te kijken naar mijn eigen kinderen. Maar dat het eigenlijk allemaal oké is, totdat je op een gegeven moment iemand moet gaan zijn. En dan begint dat ze op school natuurlijk al het ene beter kunnen dan het ander. Eigenlijk kan je het al vergeten dat het überhaupt goed gaat. Ja, het is een wonder dat er zoveel goed gaat eigenlijk. Ja, ja. Dus eigenlijk, als je daar dus mee ophoudt. Ja, het is heel interessant als dat zou gebeuren. Maar het is alleen genade dus eigenlijk. Dat is ja, een beetje belangrijk. Dat is dat, dan heb je weer zo'n spiritueel woord. Ja. Het gebeurt of niet. Ja. Je ziet iets in of niet. Je krijgt iets door of niet. En wat ik wel weet, de mensen die de neiging hebben, waar ze ook niks aan kunnen doen, om zich vragen te stellen, werkelijk. Daar gebeuren snelle dingen mee. Want zo heel ingewikkeld, zo goed zit de illusie, maar ja, niet in elkaar. De matrix is tamelijk transparant, zou ik maar zeggen, voor wie even kijkt en een beetje durft te duwen. Ja, de meeste mensen durven dat niet en daar heb ik verder geen oordeel over, dat maakt mij niet uit. Weet je wel, maar dat is vrij makkelijk te herkennen. Ja. Nou, ik ontdek dat het op zich eigenlijk inderdaad heel simpel is, maar dat toch steeds om me heen weer ingewikkeld is. Ik kan me dat ook als kind herinneren dat het eigenlijk heel simpel is. Nu heb ik ook nooit echt een probleem mee, maar wel met als er voor mij iets wordt gevraagd van wat ik in de toekomst dan moet gaan doen. Daar kreeg ik zoveel problemen eigenlijk mee, dat ik op een gegeven moment zelfs heel onzeker van, wat moet ik met mijn leven? Oh, daar moet ik iets over te zeggen hebben. Ja, maar goed, je kunt daarmee ophouden natuurlijk. Ja. Dat zou vanmiddag kunnen gebeuren. Dat zodra iemand begrijpt van, wat wil je met je toekomst? Nou, er is geen toekomst. Ja. Dan is het tenminste eindelijk iemand die iets waar zegt. Er is alleen maar dit. Ja. Ze vroegen aan mijn dochter toen die 2 of 3 was, die langste Naomi op een gegeven moment op de horizon, zo van die spirituele mensen, wat wil jij later worden, Naomi? Ja. Naomi. En die weg zo van. Maar 3 jaar later, dan zit je in de tang en dan moet je dingen ontwikkelen. Je bent zo creatief en dat moet het dan zijn, wat meestal betekent van je kan niet leren. Ja. Nou, ik merk het ook gewoon heel concreet inderdaad met een dochter die gewoon niet kan rekenen. Ja. En die met de ene helft naar het VWO zou kunnen, met haar andere helft de praktijk wel iets achter. Ik zou met haar moeten oefenen, maar ik ben niet met haar aan het oefenen. Even de kerel dan. Dus ik doe niks. Dit is niet goed. Ik doe niks. Ja, exact. Maar waar moet dat heen met die dochter van of zo? Dat soort. Ja. Het is best wel. Alleen maar als je meegaat in dat denken. Dat is een van de grappige dingen, of verrangende dingen zou je wel, van dat ego afgescheiden gedoe denken. Het is allemaal op angst gebaseerd. En het enige wat het oplevert is het versterken en aan de gang houden van die angst. Degenen die niet bezorgd zijn, worden ook bang gemaakt. Vandaar dat ik wel eens roep van mijn indruk van wat wij volwassenheid noemen, is een menselijk wezen, voor zover we even aannemen dat die bestaan, die in een min of meer constante staat van paniek of bezorgdheid verkeert. What the fuck? En dat accepteren wij met z'n allen. En dat noemen we verstandig.
Vandaar dat ik denk, verstandig is een ander woord voor angst. Ja. Bang. Want ja, je moet je zorgen maken over de toekomst en hoe zit het met mijn pensioen en zoeken naar zekerheden waar ze niet zijn. En relaties. Relaties zijn veranderlijk. Is je dat niet? Weet je wel, en geld, ja, geld kan zo weg zijn. Ja. Er is buiten mij, in de wereld, zoals we dat noemen, niets te vinden wat constant en absoluut en stabiel is. Het enige wat constant, absoluut en stabiel is, is bewustzijn zelf, dat wat is. Maar daar hebben we even geen zin in. Dus het enige betrouwbare keren we de rug toe, zou je kunnen zeggen. Niet uit een keus, maar uit onwetendheid, omdat we iets anders geleerd hebben. En ja, we gaan als angstige, bezorgde wezentjes proberen de boel te controleren. En op de exact dezelfde manier zijn we met spiritualiteit bezig. Pushen, duwen, trekken, proberen, naar de hand zetten, omdat we denken dat we iets tekort komen en denken dat door mijn inspanning ik iets te pakken kan krijgen. It will never happen. And it never does. Waarheid is waarheid, het is wat het is. En daar is weinig leuks aan. Totdat je, als het ware, je daarvoor openstelt. Weet je wel? Als je met je rug tegen de muur staat en je kunt geen enkele illusie of strategie meer in de lucht houden, dan laat je het vallen en dat noemen we dan overgave. Ja. Ik noem het capitulatie. Ja. Met het mes op de keel, dan zien we iets, hè? Ja, dat is eigenlijk oké. Okay. Dat is fantastisch. Fantastisch, ja. Ik ben godsblij dat ze mij jarenlang tegen de muur hielden. Ja. Wat een fucking etterbak was dat, zeg. Ik ben nu nog soms trouwens. Dus in die zin helpt het ook niet, hè. Alleen ik heb er geen last meer van.